Het zou niet kunnen, het was te laag, je haalde familie erbij. Wat vind je van al die kritiek? Nou ja, er is natuurlijk altijd kritiek in Nederland op eigenlijk alles wat je doet. Dus ik vind dat heel erg moeilijk, omdat je bij alles wat ik doe krijg ik heel veel kritiek. Je krijgt heel veel lof en je krijgt heel veel kritiek. Dus het wordt wel steeds ingewikkelder om dan daar een beetje doorheen te gaan filteren van wat is dit nou weer voor? Maar vond je bijvoorbeeld de kritiek op ik denk, daar heb ik de meeste mensen over gehoord, over het familiegedeelte. Vond je dat onterecht? Nou, wat ik vooral mis eigenlijk hier is bij ook de kritiek die er dan is, dat het lijkt net alsof ik iets verschrikkelijks heb gezegd. Weet je wel, ik hoor zelfs dingen als haatspeech. Nou, het is gewoon een roast. Het is een column, laat ik het zo zeggen, die ik daar live doe. Dus ja, ik zie niet iets in waar ik dan zulke verschrikkelijke dingen heb gezegd. Nou ja, veel mensen noemden het verschrikkelijk dat je de familie erbij haalt. Hè? Dus, de familie? Ik heb de tekst even uitgeprint. En ze weten ook wel dat uw vriendin Joods is. Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet. En dan voel je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet. Kijk, mensen is dat zoiets van, nou, die grens, iemands familie erbij halen, dat doe je niet. Ja, kijk, in het geval van zijn Joodse vriendin is het, dat heeft hij zelf heel veel aangegeven. Dat hij niet antisemitisch kan zijn, want zijn vriendin is Joods. Dat heb ik niet verzonnen. Ik ben niet een roddeljournalist die dan helemaal in zijn vuilnisbak gaat zitten van, kijk eens wat ik heb gevonden, mensen. Nee, dat is gewoon bestaande informatie. Hij geeft dat zelf aan. Dus dat heb ik gebruikt in de speech, in de column. En ja, en de kinderen, dat zijn fictieve kinderen. Hij heeft geen kinderen natuurlijk, dus... Ja. Maar als het, want jij zegt, ik begrijp niet waarom zoveel mensen vooral specifiek op dat punt wat Renze net voorlas. Dat ze nee, ik begrijp niet dat mensen. Waarom mensen het zo alsof ik de meest verschrikkelijke dingen heb gezegd die ik niet heb gezegd. Het wordt de speech, het is een roast. Dus ik zeg nergens dat hij of een racist is of een antisemiet. Ik betrek het heel veel op mijzelf. En ik geef ook aan, hè, van ik word gewoon gevraagd om de kleine splinterpartijtjes te doen. Dus ja, zo heb ik het niet ervaren. En zo is het natuurlijk ook niet. Dus het wordt heel groots gebracht alsof er de meest verschrikkelijke dingen zijn gezegd. Maar dat is niet zo. En dan zeiden mensen ook van, ja, weet je wel, hij liep weg. Maar dan denk ik, ja, hij loopt altijd weg. Dus dat is ook niet echt een speciale toen formatie. Toen hij wegliep? Of toen hij wegliep? Ja. Nee, want ik geloof dat hij alleen al in dit jaar is hij al 5 keer weggelopen, geloof ik. Ook nog zelfs bij jullie collega bij MH. En ja, dat is zijn ding. Dus... Maar je zei achteraf, ik wilde hem raken en dat is gelukt. Nou, ik wilde hem doen beseffen dat uitspraken die hij maakt, dat heel erg heftig is. En dat is ook het leuke aan de column, is dat het zijn uitspraken geserveerd aan hem. Mm-hmm. Dus hij wordt geconfronteerd eigenlijk met zijn eigen woorden. En het is ook, weet je, er wordt ook gezegd dat ik noem hem geen antisemiet, ik noem hem geen racist. Er wordt me van alles aangerekend wat niet zo is. Ik vond het een heel leuk stuk. Ik heb niks haatdragends gezegd. En volgens mij is het een partij die uiteengevallen is wegens aantijging van racisme en antisemitisme uit zijn eigen partij. Dat zijn allemaal zijn medewerkers geweest waar ze jaren mee hebben gewerkt. Dus... Ja, we zeggen, er wordt gezegd